lieve mensen, welkom terug op ReVibes. Mijn naam is Anjali. Voor de mensen die nieuw zijn, welkom. Ja, lieve mensen, ik ga zo meteen beginnen met een nieuwe liefdesreading voor het teken Schorpioen in de maand november. Maar natuurlijk wil ik allereerst weer iedereen bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd op mijn kanaal. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, meld je aan, want je maakt kans op een persoonlijke reading. Ook maak je kans op dit prachtige deck van de Wisdom van het Orakel. Dit is de Pocket Edition. En ja, die geeft eigenlijk alle inzichten die je wilt op je leven. Op liefde, werk of privé. Dus wil je daar kans op maken, meld je aan. En ja, dan ga ik intuïtief bij 888 abonnees ja, mensen verloten. Aanmelden kost je verder niets, moet ik er nog even bij vertellen. In ieder geval gaan we zo meteen beginnen. Ja, lieve schorpioen, wat ik ook nog wil zeggen tegen jullie. Het kan zijn dat jouw teken een maan of Venus of ascendant anders kan zijn. Dus let daar ook op. Mocht het niet resoneren, kijk ook altijd een van je tekens na. Mocht je dit nou niet weten, kun je dit kosteloos opzoeken op heel veel sites. Google het. Het is alleen wel van belang dat je dus je geboortetijd weet. Dus mocht je dat weten, zoek het op en kijk ook je andere tekens na in liefdesgebied. Of in ieder geval de maan, want de maan heeft te maken met emotie. Hoe je op bepaalde dingen in de liefde reageert. Dus ja, dat gezegd hebben, ga ik beginnen. En we gaan eens kijken wat de liefde voor jou deze maand te bieden heeft. Of wat mogen we verwachten? Waar sta jij? Of wat komt er op je af? Wat mogen we weten? Wauw, heart with a key heb ik hier. Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together perfectly. Wow, and I like you. Someone likes you, blooming, fun, flirting, time to date. Wauw, lieve schorpioen. Dat is een goed begin. En boat, receiving what you need, moving on, closure issues. Oké. Het kan zijn dat je met iemand misschien nog niet echt helemaal iets hebt afgesloten. Dit zijn er heel veel. Healthy choices and kisses. And the sword and the rose. Clarity, truth, revelation. Protection and power. And kisses heb ik hier. Unconditional loving. Sorry. Unconditional loving. Receiving affection. Falling in love. And healthy choices. Making healthy choices. In love and in life. Self-love, self-care, being happier. Ik zie twee hele verschillende boodschappen. Het kan zijn dat je dus met het verleden nog een beetje zit. En passion heb ik achterop. Dat je waarschijnlijk gewoon dingen moet afsluiten van het verleden. Om eigenlijk weer open te staan voor de liefde. Maar we gaan eens verder kijken. Wat mag ik weten over het teken schorpioen in de maand november op liefdesgebied. Maar er komen waarschijnlijk dingen aan het licht met de sword en de rose. Dus helderheid in bepaalde zaken op liefdesgebied. Dus misschien, jullie zijn natuurlijk onderzoekende tekens. En hebben wel vaak snel dingen door hoe andere mensen zich gedragen en prikkelen er eigenlijk zo doorheen. Omdat jullie heel erg intuïtief zijn. Strength, kracht. Kracht is een kaart van, dat zegt het al. Kracht, moed hebben, zelfvertrouwen. En ik heb hier de Two of Swords. En dat heeft ook met helderheid te maken. Helderheid in die zin dat je intuïtief en je denkvermogen op één lijn probeert te krijgen. Maar daarvoor heb je je instinct nodig. The King of Swords heb ik hier. Dat is een energie die kan scherp van tong zijn.
weet vaak wel goed wat hij wil, maar kan soms ook een beetje hard zijn of scherp van tong. Nu kan dat natuurlijk jullie energie zijn. Of er komt iemand in je leven, of je hebt iemand in je leven die dus die energie met zich meedraagt. Dus intellectueel heel goed, kan zich goed verwoorden wat ik al zei. En is ook geleerd, weten we ook wel waar diegene het over heeft als hij iets vertelt. Maar in ieder geval ben jij, de Two of Swords is een beetje gesloten. Maar ook kan het zijn dat je gewoon heel goed aanvoelt wat iemand voelt en zegt. En dat kan met die King of Swords, prik jij daar waarschijnlijk zo doorheen. Dus het kan zijn dat iemand iets zegt, maar dat jij wel voelt of weet wat diegene eigenlijk echt bedoelt. Dat klinkt misschien een beetje apart, maar schorpioenen weten vast wel wat ik daarmee bedoel. Als je een echte schorpioen bent, dan prik jij zo door mensen heen. En dat is wat ik hier voel met die King of Swords. En ik heb hier de Three of Crystals. Dat is de drie van staven. Jij kijkt eigenlijk naar de toekomst. En wat ik hier zie met de Two of Swords, ben je eigenlijk aan het uitvinden voor jezelf wat jou heel veel passie gaat geven in je leven. Ja, er ging weer even wat mis. Hij stopte er in één keer mee, maar ik ga verder. De Three of Crystals is de drie van staven. Wat ik net al zei, je kijkt naar de toekomst en je bent eigenlijk best wel heel helder in wat jij wilt op liefdesgebied. In die zin dat jij dus op zoek bent naar passie. Je ziet hier ook die blaadjes die je eigenlijk achterlaat. En dat geeft voor mij een gevoel dat jij gewoon het verleden achter je wil laten en een nieuw passievol nieuw begin wil gaan starten. Ik ga eens verder vragen aan Spirit. Wat mag ik nog meer weten over de liefde voor de maand november voor de schorpioen? Jij staat goed echt in je kracht. Dat is wat ik echt zie. En jij bent, ja, wat ik al zei met de Two of Swords, je bent gesloten, en dat zijn jullie. Jullie zijn best wel gesloten tekens. Maar jullie weten heel goed wat jullie voelen. En ook wat een ander vaak voelt. En dat kan voor een ander soms heel lastig zijn om jullie te peilen. Maar eigenlijk weten jullie wel wat jullie willen. Maar kan voor een ander soms moeilijk te doorgronden zijn. Dat is wat ik hier zie. Ik ga eens kijken wat ik nog meer mag weten. Voor de lieve schorpioen, wat mag ik nog weten? Temperance, wauw. Temperance heeft alles met balans. Of ja, de matigheid is dat. Harmonie en rustig voelen eigenlijk na een moeilijke periode. Het is ook een hele spirituele kaart. En jullie zijn natuurlijk vrij spiritueel. Want jullie huis is in het achtste huis. En het achtste huis is eigenlijk dood. En ja, dat klinkt misschien heel negatief. En weer vernieuwing. En de Temperance heeft eigenlijk te maken met een spirituele verbinding. En dat kan zijn met jezelf. Maar ik voel hier ook dat het kan zijn met iemand die jij in je gedachten hebt met het Two of Swords. Dus er is iemand die in jouw gedachten zit. Waar jij een nieuw begin mee wilt gaan beginnen. En dat geeft jou veel balans en rust. En wat het ook kan betekenen, dat als jij die balans zoekt met de Two of Swords, dat jij dus de engelen ook om hulp kan gaan vragen. Of spirit. In ieder geval iets waar jij in gelooft. Om zo weer die balans te krijgen. Want je ziet hier de vleugels. En dat betekent eigenlijk ook bescherming. Dus je wordt ook beschermd in hetgeen wat jij doet of verlangt. Ik zie hier onderop, zag ik de Five of Crystals. Dus het kan zo zijn dat je een conflict hebt met iemand. Of misschien met jezelf soms in je hoofd. Maar het is eigenlijk de bedoeling om eigenlijk in één lijn te komen. Met je gedachten of met mensen om je heen.
ja, om daar eigenlijk weer dezelfde kant op te kijken. Wow. En een magier. Nou, magier staat voor ware liefde, aantrekkingskracht. Er komt iemand in jouw leven. Of jij bent degene die die magier energie in zich heeft. Dus dat je heel veel aantrekkingskracht hebt. Maar het kan ook zijn dat er iemand in je leven komt die dat dus heeft. Eigenlijk de ware ontmoeten. En ja, diegene die vult jou heel goed aan. Die heeft alle tools eigenlijk om jou, ja, je verlangens te vervullen. Dat is wat ik hier zie. En dat is heel mooi, lieve schorpioen. Want jullie hebben veel meegemaakt. En jullie zijn denkers. Jullie zeggen vaak niet veel, maar jullie voelen wel heel veel. En dat is wat ik dus wat al zag met de Two of Swords. Maar jullie weten heel goed wat jullie willen. Alleen het is soms dat jullie het niet naar buiten brengen. Naar de persoon van wie je, ja, die je leuk vindt. Terwijl dat eigenlijk wel de bedoeling is om dat te doen. Omdat je zo dus eigenlijk de manifestatie kan creëren die je graag wilt. En je weet heel goed wat je wilt, maar het is voor mensen soms moeilijk. The King of Crystals, wauw. Ja, een passioneel iemand komt er op je pad. Of meerdere, want ik zie twee koningen. Maar in ieder geval zoek jij die balans tussen passie en ja, gevoeligheid. Alles wat jij eigenlijk bezit, maar wat niemand eigenlijk van jou weet. En dat is de bedoeling dat je daar eigenlijk mee naar buiten komt. En ook laat zien dat je dat hebt. Dat is belangrijk. Dat is wat ik hier zie. Ik ga eens kijken wat ik nog meer van jullie mag weten met de Romance Angels deck. Maar super mooi. Er is iemand in je omgeving. Sowieso die dus, ja, wat ik al zei, die clarity, helderheid gaat brengen. En dat kan heel goed die King of Swords zijn. Maar ik zag onderop ook een King of Crystals. Een King of Crystals is de koning munten. En dat kan een aarde-energie zijn. En de King of Swords is echt vuur. Dus het kan zijn dat je misschien een keuze moet maken. Dat je eigenlijk wel weet wat je wilt. Maar het is belangrijk om eigenlijk dat ook uit te spreken. Naar diegene toe. Wat mag ik nog meer weten? Want diegene... Dus, jeetje. Dat zijn er heel veel. Maar ik ga ze... Je trekt je zielsverwant aan. Het is veilig om lief te hebben. Familie aangelegenheden helen. En romantische gevoelens. Wauw. Dat zijn vier kaarten. Het kan zijn dat jij in je omgeving struggles hebt met misschien familiebanden. En dat kan in het grootste zin van het woord. Het kan je ouders zijn, maar het kan ook je broer of je... In ieder geval is er iets waar jij van zou moeten helen. En dat klinkt misschien heel zwaar. En waarschijnlijk heb je dat ook al wel een beetje losgelaten. Maar het is nu tijd om daar ook gewoon, ja, je daarvoor uit te komen dat het gewoon klaar is. Dat is wat ik daarmee voel. En vergeef ook je ouders, staat hier. Of ja... In ieder geval, dus soms zijn er situaties waardoor ouders doen, ja, krijgen geen boekje met een beschrijving van hoe je kinderen moet opvoeden. En dat zal bij jou ook zo zijn geweest en dat is bij je ouders ook zo. Dus probeer dat stukje wat jij hebt gemist waarschijnlijk in je jeugd los te laten. En ja, probeer het voor jezelf wel goed te doen en daar ben je waarschijnlijk wel mee bezig. Maar vergeef diegene ook, omdat diegene eigenlijk ook niet beter wist. En dat kan ook te maken hebben met dat je ouders of iemand in je omgeving eigenlijk ook niet beter wist. Dus ja, laat dat los en til daar niet te zwaar aan, is wat ik hier zie. En je gebeden en affirmaties en visualisaties helpen je om jullie bij elkaar te brengen. Dus het kan zijn dat je iemand al hebt ontmoet in je verleden die je eigenlijk weer terug wilt. Maar het kan ook goed zijn dat jij gewoon iemand in je leven wilt manifesteren die gewoon echt bij je past. Waar je gewoon eigenlijk alles
mee wil gaan creëren. Die passie en die liefde voor, ja, eigenlijk alles wat jij verlangt. En het is veilig om lief te hebben. En dat heeft alles te maken met die familiebanden. Dus probeer dat ook te uiten. Want als jij heel gesloten bent naar iemand, dan is het ook lastig voor die persoon om in jou te kijken of te peilen hoe jij je op dat moment voelt. En dat is belangrijk om je eigenlijk te openen. Oh, dat staat hier ook. Open je hart om de meest waardevolle energie van alles te geven en te ontvangen. Dus ja, wat ik al zei, open je hart. En je zult zien dat daardoor ook liefde meer gaat stromen. Want jullie zijn echt denkers. En jullie hebben heel veel gevoel. En jullie kunnen ook heel goed mensen aanvoelen. En heel veel compassie hebben met mensen. Maar mensen hebben dat soms niet met jou. Omdat je eigenlijk best wel gesloten kan zijn. Omdat het, als het over jezelf gaat, je eigenlijk ja, gesloten blijft. En terwijl jullie eigenlijk heel veel willen zeggen, maar niet het uiten. En dat kan voor mensen soms hard of ja, onbereikbaar aanvoelen. Terwijl jullie zoveel gevoel hebben. En toon dat, lieve schorpioen. Romantische gevoelens. Die gevoelens zijn echt en de moeite waard te onderzoeken. Dus ja, wat ik al zei. Jullie hebben heel veel gevoel in je en toon dat ook. En laat de mensen ook weten wat je voelt. En dit heb ik eerder genoemd in mijn reading. Dat weet ik. Dat is vorige maand geweest. Maar in ieder geval is het voor jou belangrijk om je te openen. Dus je voelt heel veel, maar toon het ook. Is wat ik hier zie en doorkrijg. Soulmate. Your soulmate is already in your spirit. Believe this and they will manifest. Ja, dus wat ik al zei. Daar ben jij dus ook echt mee bezig. Met manifesteren. Met dus heel veel denken over degene die je graag wilt. En ja, lieve schorpioen, diegene, of je hebt diegene al in je leven, of jij bent bezig om diegene dus te manifesteren in je leven. Maar het is belangrijk om eigenlijk ja, jezelf te openen, is wat ik hier zie. En je kan alles creëren, dat ligt hier ook. De temperance en de magier en de kracht. En vind die kracht ook om die liefde te uiten. Dat is wat ik jullie mee wil geven. Dit was jullie maandreading of liefdesreading voor de maand november. Mocht het resoneren, doe het duimpje omhoog. En dan hoop ik jullie snel weer te zien in een van mijn andere video's. Doeg!